Wij gaan met Wietse naar Zuid-Italië toe en dan gaan we zo praten over de wijn. Laten we eens even gaan kijken. The cooperative company Cantina di Palme was formed in 1989 in Cellino San Marco in the province of Brindisi. The cooperative was born from the ideas and drive of Angelo Macchi, who is the third generation in a family of winemakers. Today, the company combines 1,200 growers who are members of the cooperative. Its vineyards cover 2,400 hectares between the provinces of Brindisi, Taranto, and Lecce. 90% of the production is dedicated to making red grape varieties and 10% for white varieties, with an average annual production of around 30 million kilos of grapes and a yield that varies more or less. The highlight of the production department is the cellar. Here, the finest wines are aged and stored in barrels of French and American oak, giving a total capacity of 10,000 hectolitres of wine. Immersed in an atmosphere of passion, enthusiasm, and pride in their products, Cantina di Palme has established itself successfully in Italian and foreign markets. Wietse, dit is een van jouw eerste wijnen waar je mee doorbrak eigenlijk. Hè? Ja, bij jou een programma, zeg maar. Nou, niet wat je in het glas hebt, maar wat ernaast hebt. De Domitiano, de Negromano, de Salento. Daar kwam ik. Wat is dit dan? Ja, dat is de wijn waar het ooit mee begon. En dat is zo'n groot succes geworden dat we eigenlijk een beetje verlangen kregen naar een opvolger of een grotere broer, zeg maar. En dat is uiteindelijk de Domitiano Collezione Privata geworden. Wat we doen, we hebben die basiswijn en we hebben deze wijn. En dit zijn echt de allerbeste druiven die worden geselecteerd. Die zijn geconcentreerder, die zijn iets krachtiger. En die rijpen 7 maanden op het beste hout van Cantina di Palme. Dit is ook een aperitief wijn, voor mijn gevoel. Ja. Ik weet hoe het smaakt, maar ik had er even zin in. Maar het is een aperitief wijn inderdaad, maar het is een volwassene wijn. Het kost slechts €6,95 per fles. En dan heb je wel heel veel wijn, diepe concentratie, beetje dat vanille. En kijk, ja, wat voor weer heb je nu? Hè? Ik bedoel, het is een beetje regenachtig. Dan kun je het hebben. Je kunt hem heel licht koelen als het zomers wat warmer is. Hoe koel vind je licht koelen? Een beetje terugkoelen naar 15, 16 graden. En dan heb je een hele toegankelijke wijn, zeg maar, die je het hele jaar door kunt drinken. Domitiano, de basis, die kennen de mensen. Maar dit vind ik echt, ja, dit moet je geproefd hebben om te weten wat meer. Een zachte wijn. Ja, juist, want kijk, de kracht, het komt uit Puglia, het zooltje van de hak van de laars. En daar zijn ze gewend, zeg maar, zonder stoof de zachte wijnen te maken. Dus niet met die harde, ruwe tannines, maar een beetje dat lekkere, zwoele, zachte. Ja, en dat is echt voor mij de keuze van de week. We zijn een poosje geleden mee begonnen, maar ik wil hem echt eventjes onder de aandacht brengen als zijnde van, ja, mijn hofleverancier Duo Palme, dit vind ik echt een vondst. Bedankt zover. U kunt het nu bestellen op internet en eventueel op werkdagen per telefoon. Bedankt zover. Graag gedaan.